weet niet of ik jou even vandaag ga ik een hele leuke tip laten zien. Als je het raad ligt trouwens beneden ziet, is mijn laptop, maar... Ja, het ligt niet zo goed, want ik was weer te laat met mijn opnames. Want ik moest dit gaan doen. En ik heb 4 of 5 bladzijden geschreven, zeg maar, met allemaal dingen voor biologie en zo. Dus sorry, ik was een beetje laat, maar dat is nu even klaar. Want ik ga nu een video opnemen. En ik heb een nieuwe sjaal. Dit is een nieuwe sjaal van de winkel naast Rado. Ik weet niet, die winkel staat er best wel aan. Ik koop er ook best wel vaak op broeken, want die zijn best wel goedkoop. Ja, dus het is geen kringloopwinkel. Het is meer een soort van winkel. Nee, het is een en je kunt er spullen voor je huis kopen. En je kunt er kleding kopen. Je kunt er van alles kopen. Het is echt een grote winkel. En ja, ik heb dit sjaaltje daar gekocht. Ik vond hem echt fucking cool. Hij kost 10 euro. Het zijn ook goedkope sjaaltjes. Dit was het duurste sjaaltje. Er was iets van, oh mijn god, ik heb het duurste sjaaltje gekocht. Wow, me. Ik heb het zelf niet gekocht. Dit is mijn moeder gekocht. Want ik kon het anders zou niet eens betalen. En het kleine cute strikje die heel sommige mensen niet eens zien. Maar ik zie hem toch, want ik vind hem zo uber cool. Ik vond het wel een leuk idee voor sjaaltjes. Echt, ik weet niet of dit al bestaat hoor, maar ik heb het zelf maar even wat bedacht. Dat zou ik zeggen. Het kleine strikje van de HEMA. Ik weet niet of die nog te koop is, maar dit is een strikje van de HEMA met een clipje erop, zeg maar. En hij kostte 3,15 euro. En mijn idee was, zeg maar, deze sjaal is best wel groot. Je zult het niet geloven, maar er zit echt nog... flappen met stof bij. Met bijna een tafelkleed, zoals mijn oma dat zei vanmorgen. Of vanmiddag. Maar wat ik dus doe is, ik hou dus zeg maar deze kant onder die kant. En dan pleuk ik het zo op, zodat het zo zit. Zoals van dicht zit. En dan doe ik het strikje erop. En ik zie het nu niet zo heel goed. Onderkin effect. Lol. Maar de bedoeling is dus eigenlijk dat je het er zo op doet, dat het recht blijft zitten. En dan lijkt het best wel heel cute. Zo. So. Nu voel ik mijn Maar ik hoop dat jullie het wel een beetje kunnen zien. Ik moet goed nog het licht van mijn laptop een beetje omhoog doen. Zo, kijk zo. Ik vond het best wel leuk. Dus dat is mijn idee voor een sjaaltje. Willen jullie het gewoon uitproberen? Koop gewoon een leuk sjaaltje. Een leuk iets van accessoires. Je kunt op YouTube ook zoveel filmpjes vinden hoe je het kunt knopen en kunt neerleggen. En weet ik al wat. Maar ik had vandaag een leren jackje aan en... een wit shirtje. Dus ik dacht, waarom niet? Maar ja, deze video is dus eigenlijk een beetje omdat ik geen video had gemaakt. En het spijt me heel erg. Maar ja. Dus. En ik heb nog een leuke goodie. Ik zeg, het klinkt zo grappig. Een leuk iets wat je kunt kopen. Ik weet niet of je het nog kunt kopen, maar ik heb het hier liggen. En ik denk van, waarom vertel ik het niet over deze tangle-teaser. Het is niet een echte tangle-teaser, maar het is een fake tangle-teaser. Voor mijn zusje zit echt aardig. Voor mijn zusje haar in. Oeh, hygiënisch. Maar hij borstelt best wel lekker. Zou nu denken, auw. Maar het valt wel mee hoor. Het is niet echt pijnlijk. Maar het is niet echt plastic. Dus het is best wel... Nou, niet echt plastic. Het is niet echt... echt normaal. Ik weet niet hoe het echt stof van een echte borstel voelt. Maar dit is niet echt. Dit is volgens mij borstel. Maar een beetje plastic. Dat wil ik je laten weten. Ik wil trouwens ook nog de mensen bedanken. Danique en Inte, Annelies. En al die shit van de people die ik zo aardig vind. En ik ben zo blij dat jullie me steunen. Annelies heeft gezegd dat ze ging huilen bij de video. Dat ik een break moest nemen. Inte heeft verteld dat ze zo blij is dat ik het durf. Dus echt jongens, bedankt. Echt. Ik probeer zoveel mogelijk door te gaan met deze video's. Maar ik zit gewoon met mijn tentamens. Ik zit gewoon met het leren. Dus het spijt me heel erg als deze video's te laat binnenkomen. Maar daarom is het een kleine korte video. Ik ga meteen, als ik deze klote camera uitdruk, ga ik een andere video maken. En dan ga ik niet een vlog maken, maar ik ga een zangvideo opnemen. Welk liedje dat is, dat zal ik nog niet vertellen. En dan ga ik ook, ja, doe maar lekker luxe, morgen gaan mijn zusjes het eerst nu vrij, dus dan hoeft zij pas 9:30 op school te zijn. Mijn ouders, ik ga het vroeger weg, ik schop overal tegenaan. En die gaan het vroeger weg, dus ik kan daarna als die helemaal weg zijn, ik ga wel vroeg op, dat wel. 8:00 of zo, 8:30 ga ik op, lekker broodje eten, dan ga ik jullie allemaal even laten zien wat ik doe. Want ik ben heel erg geïnspireerd door Siska Lala, zij is echt gewoon geweldig en... ik kan graag tijd naar haar video's kijken. Haar video's zijn zo kort. Waarom? Waarom Siska? Ze zijn zo leuk. En grappig en zo. En mijn leven boeit niet zoveel. Want ik ga niet met mijn camera naar school.
Maar ik wil heus wel een keer een kleine vlog opmaken voordat ik naar school ga. Maar het is gewoon, mijn ouders die zitten dan ook beneden en zo. En die willen niet graag op video en ook niet graag op camera. Mijn vader weet niet zo heel erg wat ik aan het doen ben met video's. Mijn moeder weet het wel, maar ze was er niet zo echt kapot van. Mijn zusje die vindt het ook wel leuk, maar ze wil niet graag op camera. En ja, mijn vriendinnen willen heel graag op camera, maar het komt er maar steeds niet van. Dus ja, daarom dat wil ik even vertellen. Dus morgen een nieuwe vlog en hierna meteen... Oh, meteen. Hierna meteen een nieuwe video. Dus ik hoop dat je deze video leuk vindt. Oké. Abonneer, leave a like. En ik zie jullie kijk later. Doei!